Hoi, ik ben Mayday en welkom op mijn feestje. Kom je binnen? Mag je naar binnen? I'm a door bitch, you know. Deze dame moet je absoluut niet tegen je hebben. Want als zij je niet mag, wordt de deur van de club voor je neus dichtgesmeten. Deze blonde schone heeft toch wel een heel opmerkelijk beroep. Ik ben Mayday en ik ben travestiet. En dat is heel... Dat klinkt heel banaal, maar het is, ik ben eigenlijk entertainer. Female impersonator noem ik het liever zelf. Naast het verkleden van man naar vrouw, ik ben eigenlijk een man, voor degenen die dit niet weten, trek ik een jurk aan, een pruik, ik doe make-up, ik doe tieten, ik doe korset, heupen en alles, hakken. Ik schreeuw mijn benen en ik entertain, en dat in de breedste zin van het woord. De diva is de enige beroepstravestiet in Nederland en niets is te gek voor haar. Van playbackshows tot doorbitch, van hostess tot bingo queen. Toch apart dat een man opeens een jurk aan doet. Eigenlijk al sinds mijn vierde was het moment dat ik de jurk uit de kast van mijn moeder trok. En ik merkte al heel gauw dat het een vorm van aandacht was. Een middelpunt van de belangstelling willen staan. En dat is eigenlijk nooit meer opgehouden tot vervelens aan toe. Aha, de beste manier om de meeste aandacht te krijgen. Dan ga je dus als vrouw door het leven, toch? Nee, ik doe alles als man. Ik ben zonder make-up. Zit ik gewoon op mijn fietsje door de stad. Ik stoffen zoeken, ik ga make-up halen. Pas als Mayday aan het werk gaat, komen de glitterjurken uit de kast en wordt ze omgetoverd tot een echte diva. Dat Mayday goed is in haar werk, dat is wel duidelijk, want ook over zee hebben celebrities een oogje laten vallen op deze travestiet. Ik heb de verjaardag van Madonna gedaan in 2006 in Londen. En met z'n allen gedrest, gezorgd dat als mensen binnenkwamen al een gekkenhuis was. Dat was ontzettend leuk om te doen, ook nog 30 seconden met die vrouw gesproken. Ja, Mayday praat en danst zichzelf overal naar binnen. Als ze zoveel succes heeft, zou je denken dat ze wel eens een operatie overweegt om definitief vrouw te worden. Nee, ik heb me nooit willen ombouwen of naar vrouw. Het is heel erg vermoeiend om vrouw te zijn en altijd maar weer in je buik ingehouden en je kin omhoog en onderkin weg. Je bent er wel mee bezig. En met succes. Mayday heeft een fantastisch beroep en ze is van plan er nog heel veel jaartjes aan vast te plakken.